En je merkt toch dat mensen ook in deze periode fit willen blijven. En dat dat ook belangrijk is, dat je nou gewoon in goede conditie en fit bent. Ook de sportscholen zijn dicht vanwege de coronacrisis. Toch gaat eigenaar Ricardo Gerards niet bij de pakken neerzitten en is hij gestart met het geven van videolessen. We hebben eigenlijk meteen toen bekend werd dat we dicht moesten, zijn we 's avonds samen gaan zitten. Hoe kunnen we onze klanten nou zo goed mogelijk van dienst zijn? Want dat we dicht zijn betekent natuurlijk niet dat we onze klanten niet kunnen helpen. En dat heeft geresulteerd in een online platform dat wij binnen 2 dagen hebben opgericht. En op dat online platform dan vind je een grote database aan onderbouwde schema's die door onze instructeurs zijn opgericht. Verder vind je daar meer dan 150 video-workouts die wij zelf hebben gefilmd. Meer dan 100 online groepslessen en online coaching. En dat wil zeggen dat je eigenlijk 7 dagen in de week direct contact hebt met een van onze instructeurs. En daar wordt massaal gebruik van gemaakt. En dat ziet er dan zo uit. De oefeningen kunnen thuis gedaan worden, natuurlijk zonder de apparaten die je in de sportschool vindt. Je kunt natuurlijk gewoon heel makkelijk met eigen lichaamsgewicht al oefeningen doen. En dat kan heel simpel door thuisoefeningen, squats of push-ups of dips. En verder, je 1 liter water staat gelijk aan 1 kilo. Dus als je 1 liter fles water hebt, daar kun je al heel veel dingen mee doen. En dat kun je allemaal op onze website vinden. Sportscholen vallen onder de maatregel waar ook de horeca mee te maken heeft. Dat betekent dat de komende 2 weken ze nog zeker zijn gesloten. En vooralsnog staat dat op 6 april. Dus wij vallen nog niet onder die maatregelen van 1 juni, wat veel mensen wel denken. Alleen ja, dat kan natuurlijk altijd nog aangescherpt worden. Maar vooralsnog gaan wij uit van 6 april en daar bereiden wij ons op voor. Tegelijkertijd wordt de gelegenheid aangegrepen om te verbouwen. Ja, het stond zeker op de planning. Alleen je moet van de nood een deugd maken natuurlijk. Dus gelukkig onze buurman Jansenbouw die belde op van kunnen wij morgen al beginnen? Ja, dat is natuurlijk super service. Dus daar hebben wij ja op gezegd. Heeft het nogal grote economische gevolgen voor jullie bedrijf? Ik denk dat iedereen het op een of andere manier gaat merken natuurlijk. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is dat het bedrijfsleven gewoon doorgaat. Zodat iedereen ook na deze roerige periode gewoon bij zijn favoriete bedrijf terecht kan. We gaan de mensen wel op een gepaste manier compenseren. Dat hebben we al vanaf dag 1 hebben we dat naar buiten gebracht. Dat we echt met een goede compensatie voor de mensen komen. Alleen denk ik dat het voor nu belangrijk is dat alles gewoon doorgaat zoals het normaal doorgaat. En hoe blijf jij vet deze dagen? Ja, we hebben heel veel video's opgenomen, dus ik ben heel fit gebleven.